gemaakt. En ik ga het heel eventjes op een klein canvasje een techniek uitproberen. En dit is het resultaat. Dat moet nu goed drogen en dan kan ik het gaan afwerken met structuur eventueel of zo. Dat moet nu eerst heel goed drogen. En als ik de techniek een beetje onder de knie heb, dan maak ik er een aparte video van. Zo, wij gaan heel eventjes naar de Bril toe. Daar is een pompoenver. En daarna gaan we een bakje thee drinken bij Tim en Sabrina, want die gaan van de week op vakantie. Dus even gedag zeggen. Dus dat gaan we nu eventjes doen. Vanmorgen ben ik lekker bezig geweest met die nieuwe techniek. Dus ja, dat ga ik proberen uit te werken. En ja, nu gaan we lekker naar de Bril toe. Zo. Thank you.
ga ik haar een appeltje plukken. Maar ze hangen erg hoog, dus twee lekkere appels. We hebben een lekker appeltje op en we zijn nu onderweg naar Sabrina en Tim om daar een bakje thee te drinken. Van Sabrina vandaan. Masha en Jeffrey zijn ook een uurtje geweest. En die eten nu gezellig een patatje mee. En even kijken wat hij hiervan vindt. Kinderen zijn weer naar huis toe. Wij gaan lekker de boel glad ruimen. Gaan bakkie thee zetten en ik duik vroeg mijn bedje in. En dan ga ik een aflevering van Harry Potter kijken. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Ik zal u aanbidden met heel mijn hart. Voor ieder die het horen wil, zal ik u toezingen. Ik zal buigen om uw heiligheid. En ik zal uw naam loven om uw goedheid. U heeft uw woord waargemaakt in mijn leven. Toen ik u riep, hoorde u naar mij. U hebt mij versterkt met kracht. Uw aanraking heeft mij genezen. En uw waarheid heeft mij bevrijd. U bent mijn hoop in moeite. U geeft mij vreugde. Het is uw liefde die mij omringt. En mij doet beseffen dat u naar mij omziet. Uw goede tierenheid, Vader, is tot in eeuwigheid. En laat niet varen de werken uw handen.